Allemaal, welkom bij deze nieuwe video van mij. Vandaag heb ik iets superleuks voor jullie. Want ik ga 24 uur alleen maar geel voedsel eten. En ik heb er echt super veel zin in. Ik ben al helemaal in de stemming. Want ik heb een geel t-shirt aan. En gele sokken. En geel is ook mijn lievelingskleur, daarom heb ik voor deze kleur gekozen. Ik ga zo naar de supermarkt en dan ga ik inkopen doen voor vandaag. En en daarna laat ik dus zien wat ik heb gekocht. Let's go! Ik heb nu de 4 bananen. Ik heb ze per ongeluk laten vallen. Maar de rest ga ik nu even halen. En die zien jullie straks thuis. Ik heb alle boodschappen binnen. Dus laten we maar snel naar huis gaan. En dan gaan we het natuurlijk laten zien aan jullie. Ik ben nu weer thuis. Ik trek even mijn jas uit. Ik heb nu even mijn jas uitgetrokken en ik ga het nu de spullen uitpakken. Het eerste is maïsbrood. Maar die hadden jullie al in de winkel gezien. Het tweede is kaasknabbels. Dan hebben we ook nog een milkshake van Nieuwje. En die gaan we vandaag gaan we even kijken of die geel is. Dan hebben we ook nog cake, want van binnen is hij altijd geel. Dan hebben we 2 zakjes bananensnoepjes. Eieren, want we gaan een omelet maken. Zucht en luchtige bananenvla. Jonge kaas. Citroenthee. En ze hadden helaas geen bananenthee, wat ik altijd super lekker vind. Maar ik hoop dat dit ook geel is. Gele paprika. Vier bananen. En ananasblokjes. En ik vind ananas nooit zo lekker. Maar ik ga deze een keer proberen. En ik hou het nog even spannend wat ik vanavond ga eten. Let's go! Het is nu 10:30 en ik heb net dus boodschappen gedaan. En ik heb nu mijn ontbijtje klaarstaan. Namelijk citroenthee. Ananas. En een maïsbrood met kaas. En ik ga eerst dit proberen, ananas. Omdat ik ananas uit blik niet zo lekker vind. Maar ik weet niet of dit wel lekker is. Het ruikt in ieder geval wel lekker. Het
Ja, in ieder geval, dit hapje is niks verkeerds aan. Ik vind het op zich gewoon wel lekker. Ja, ik vind het wel gewoon oké. En ik eet altijd maar één boterham. 'S Ochtends. Daar heb ik gewoon genoeg aan. Normaal heb ik ook geen fruitbakje of fruit erbij. Maar dit keer wel. Omdat ik best veel heb. Voor vanmiddag ook nog en zo. En natuurlijk, ik drink eigenlijk altijd melk. 'S Ochtends. Maar nu heb ik een keer thee. Dus we gaan even dit proberen. Ik weet wel dat het lekker is. Dit is ook gewoon oké, maar dat wist ik al. Nu ga ik nog een blokje ananas nemen. Deze ananas is echt lekker. Ja, deze ananas vind ik echt heel lekker. Tot nu toe is de kleur geel goed. Als ontbijtje. Mijn eten is op. En ik heb de ananas ook opgegeten. Ik vond het echt super lekker. En nu ga ik beginnen met mijn citroenthee. Proost! Ja, dit is super lekker. En het is natuurlijk geel, wat de challenge is. Het ontbijt, wat ze doen, echt, ik vond het gewoon super lekker. Dus ik ga nu verder met punniken en filmpjes kijken en dat soort dingetjes. En dan zie ik jullie weer. Oh ja, en ik ga nog naar de ortho vanmiddag. Voor degene die niet weten wat de ortho is, dat is zeg maar tandarts voor je beugel. Dat is dus de orthodontist, maar ik noem het altijd ortho. Dus daar moet ik vanmiddag ook nog heen, maar daarna mag ik ook gewoon eten en drinken, dus dat is niet zo heel erg. Maar dan weten jullie dat en dan zie ik jullie weer bij de lunch. Tot bij de lunch! Ik heb mijn volgende gele hapje klaarstaan, namelijk cake. Dat is natuurlijk ook geel. Ja, ik vind het geel. Lekker. En ik heb natuurlijk mijn citroenthee. Wat nog warm is. Maar ik ga dit nu lekker opeten en dan zie ik jullie straks. Ik ga nu een eitje bakken voor de lunch. Eerst ga ik het eitje opslokken. Ik heb ondertussen even twee boterhammen neergelegd. En het ei is nu lekker aan het bakken. Ik heb het ei gebakken en het ligt nu op mijn brood. En ik heb ook deze milkshake erbij gepakt. Ik hoop alleen dat die geel is, want anders mag ik het helaas niet drinken. Maar ik heb er wel super veel zin in. Dus let's do schut! Ik heb hem nu geschud en we gaan nu kijken of hij geel is. Zo, ik
heb hem nu losgemaakt. En ik ga zo het rietje. Nou, ik ga hem zo openmaken. Als het lukt. Zo, als jullie een beetje kunnen zien, is hij wit. Dus ik ga weer aan met thee. Deze drink of mijn moeder, mijn broer of mijn vader wel een keer op. Ik heb er ondertussen. Ik heb er ondertussen even een bakje thee bij gepakt. Want ja, ik mag die milkshake niet drinken, want het is wit en niet geel. Dus ik ga lekker mijn ei eten. Lekker. Zoals jullie zien is mijn eitje op. En mijn thee ook. Ik vond het heel erg lekker. En nu ga ik lekker tanden poetsen voor de ortho. En als ik bij de ortho ben geweest, ga ik nog een klein boodschapje doen met mijn moeder. En daarna zie ik jullie weer terug met een lekkere snack. En natuurlijk geel. Tot straks! Oké, ik heb dus mijn volgende gele hap, namelijk knabbelchips. Het is kaasknabbelchips en ik vind het meer oranje, maar op de zak staat dat het geel is. Kijk maar. Dus ik vind dat het gewoon telt als geel. En ik heb ook weer mijn citroenthee en die zal ik wel. Hij zit een beetje heel erg vol. Oké. Ja, hij zit heel erg vol. Maar ik ga nu lekker mijn knabbelchips opeten. En dan zie ik jullie straks weer. Ik ga nu deze lekkere snoepbanaantjes op peuzelen. Dus tot straks. Het is avondetentijd en mijn moeder heeft pannenkoeken gebakken. En ik heb op mijn pannenkoek banaan eigenlijk. En normaal eet ik altijd poedersuiker, maar dat mag natuurlijk niet, want dat is niet geel. En ik ga nu lekker mijn pannenkoek oprollen. Ik heb trouwens nog nooit pannenkoek met banaan op, volgens mij. Ga ik ook even snijden. En een hapje nemen. Of het lekker is. Of ik dit vaak wil eten. Ik vind het eigenlijk heel lekker. Ja, de banaan overheerst gewoon. Maar ik vind het heel lekker. Dit is dus mijn avondeten. Het is tijd voor een toetje. En dat is dit keer luchtige vla. En het is de smaak banaan. En ik heb er super veel zin in. Lekker! Ik heb nu mijn laatste snack. En het is ook gelijk een gezonde snack. Namelijk gele paprika. En ik heb wel ooit rode paprika op, maar nog nooit gele paprika.
Dus laat ik het maar een keer proberen, hè. Het is niet vies, maar ook niet lekker. Ja, dat eigenlijk. Het is niet vies, maar ook niet lekker. Ik heb de paprika niet opgegeten, want die nasmaak vond ik toch niet heel lekker. En ik wil even zeggen dat niks wat ik gegeten heb vandaag is gesponsord. Dus dan weten jullie dat ook gelijk. Ik vond de dingen die ik heb gegeten lekker, maar die paprika niet. En ja, ik zal het misschien ook gewoon vaker kunnen eten. Dus dat is heel erg leuk. Dus de challenge is voor mij gewoon gehaald. Het was gewoon super lekker, dus ja. Vond je dit nou een super leuke video? En wil je dat ik het nog een keer ga doen? Zet dan even in de reacties met welke kleur ik het moet gaan doen. En vond je het nou leuk? Doe dan een duimpje omhoog. Abonneer dan ook gelijk op mijn kanaal. En klik op dat belletje, want dan mis je niks van mijn video's. En tot de volgende keer. Doei!